De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Laat ze maar gaan. Laat ze maar praten over anderen. Die Duitse oprichter Beatrix, die er met miljoenen vandoor is gegaan inmiddels. En natuurlijk een grote afkoopsom. Mevrouw Beatrix Ruff, die is nu weg hier zo. En dit soort dingen heeft ze dus in het museum hangen. Ik krijg geen erectie van deze vrouw. Je zou toch denken, als je dus betrapt bent op zulke megafraudes, dat je voorlopig uitgekakt bent in politiek Nederland. En dat je toch vervolgd gaat worden, minimaal door de fiat of de politie. Hier een speciale ingang, waar al die graaiende en naaiende elite, die u en mij de maat nemen. Wij worden de maat genomen, wij zijn, oh wij zijn gaaiers, oh wij zijn labbekakken. Om een einde te maken aan die rat in pak. Dus Jort, hij kon niet werken, viespeuk. En dat ze Gabbe Rutte, dat is nu ook bekend geworden, met zijn Rutte 3, deze uitkeringen voor 30% aan het korte is. Dus pak maar lekker weer de zwakste, Rutte en Jort in je bootje. Stem van de straat presenteert Dichter van de Straat. Het christelijke Shell Rutte 3 kabinet heeft dus een akkoord gesloten. En dat is echt, vind ik, om te kotsen. En hebben ze dus afgesproken met z'n allen dat er geen kinderpardon komt. Nee, ik heb niet echt veel vooruitzicht gezien. Ja, je zit natuurlijk steeds in de vijf. Ja, maar ik kom er overdag wel eens uit natuurlijk. Ik ben daar toch ook voor onderzoek. Ja. Vallen kan iedereen. Maar opstaan, dat is het probleem. Daarom gaan we André even zo'n blikje bier brengen. Want hij staat hier al een hele tijd dronken. En dan heb je een recept voor een revolutie. Dan heb je een recept voor een grote leider die komt en zegt, jongens, ik weet wat we moeten gaan doen. Power to the poor people. Power to the stem van de straat. Mensen, word wakker en stem in 2018 maart met de gemeenteverkiezingen in Amsterdam op de stem van de straat. En maak een einde aan die uitbuiting.